een beetje wennen aan je handen. Het is lekker crunchy. Lekker geurtje. Een paar druppeltjes. Wow, dit wordt echt mooi. Echt een mooi slijm. Mooi slijmpje. Mooi slijmpje wordt het. Maar ook een plakkerig slijmpje. Ja, het begint al een beetje aan mijn handen te wennen. Ook nog even wat poeder. Ah, het zit helemaal aan mijn hand. Dit is echt super fijn. Eerst moet ik wel al het slijm van mijn vingers eraf halen. Het is plakkerig spul. Maar op een gegeven moment... dan went het slijm aan je en dan plakt het niet meer zo snel. Beetje. Zie je? Plakt niet meer heel erg. Dit is heel fijn. Oké, en nu hebben we nog een paar glittertjes. Waar zal ik dit slijm in doen? Wat, ik heb nog echt superveel. Check dit. Is echt super fijn. Je hebt maar twee bakjes. Je hebt dit bakje. En je hebt deze ketting. Kijk, hoe fijn. In welk bakje zullen we dit doen? Deze of die? Deze of die? Dit slijm... in deze. Alleen er mag nog wel wat meer slijm bij. Misschien moeten we nog iets meer slijm maken. We gaan verder. Alleen dan moeten we nog wel wat meer van dat poeder. Ja. Dit slijm moet ook weer aan mij wennen. Gaan we hetzelfde weer eventjes mengen. Je handen worden er wel plakkerig van. Maar het slijm moet er gewoon een beetje aan wennen. Ook al is het alleen maar lijm. Poeder pak ik even op. Doe die glittertjes. Dit slijm gaat er ook weer eventjes aan winnen. Er zit allemaal poeder om mijn handen. Oké, welke glitters nu? De streepjes. Dit is lichter dan dit. Gaan we nu even dit mengen. Geef alvast een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Okay. Dit slijm moet er nog even bij. Dan gaan we dit even bij elkaar maken. Dit wordt echt een... Oh, niet al... Net al. Het valt niet in mijn handen. Dat is mijn moeder. Haar hand. Nou, dan gaan we daar nog voor het hartje. Maar dan gebruiken we deze blauwe poeder. Hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ja, en dan met de mermaid, denk ik. Dan gaan we met de mermaid en deze. Dat. Kijk, mermaid wishes, unicorn fuzz. En... Of dan gaan we ze alle drie doen. Ja, alle drie. Dat lijkt me wel leuk. Hier hebben we er nu twee kleurtjes in. Nou, dan wordt dit het bakje waar echt alles in komt. Nou, we hopen dat dit gaat passen. Pakken we even de deksel. Waar is de deksel? Hier. Of ja, dan halen we er toch wel wat uit. Dat is te veel. Nee hoor. Precies goed? Ja, past goed. Daarna hopen dat alles van dit in het hart. Past niet goed. En hier zitten glittertjes en sterretjes in, als jullie het goed kunnen zien. Nee, kunnen we niet goed zien. Nu? Ja, hopelijk dan. Of de kijkers het goed kunnen zien. En dan gaan we nu door met deze. En wat ga je dan doen?
dat stoppen we in dit hartje. Ja, ook, het plakt wel op het begin, maar dan... Even een sliertje eraf halen. Welk is dit? Ja, we mengen het een beetje met de andere poeder, maar... Nee, nee. We beginnen gewoon met wat hier ligt. Oké, mama zit even met andere slijm te spelen, terwijl ik dit ga even gaan mengen. Mama, we waren... Mama, hierna komt ook weer dat geurtje in, hè. Gaan we nu even weer kneden. Ah, mis. Pap. Ah. Je verpest heel mijn filmpje. Ja, dat hoort erbij. Nee, dat hoort erbij. Je hoeft niet spannend te maken. Dus, Hier doen we alle drie de kleurtjes in. Glitters. Het is ook mooi voor mijn nagels. Ja, maar dan ga je niet op je nagels doen. Trouwens, over die andere glam glue, daar ga ik ook nog een filmpje van maken. Ja, als ik dat heb. Als ik het heb. Hé, maar de sterretjes zitten er nog niet in. Doe nog dan eventjes wat meer. Ja. Oh ja, ja. Maar anders komt dadelijk al het andere stof erbij. Oké, dit zijn genoeg sterretjes. Oh. Oké, dit is heel glad. Het is echt super glad. Jawel. Oh, dat ruikt lekker. Maar het is echt veel te glad. Oké, dan gaat het weer een beetje plakken, jongens. Nee, nog een beetje. Het gaat nu weer een beetje plakkeren. Plakkeren. Dan gooien we die er nog even bij. Gooien. Tikken. Wow, dit is vet. Check. Laat ik dadelijk ook nog even die andere zien. Oh ja, wacht. Eigenlijk is dit gewoon lijm, maar wees niet bang. Want het plakt niet als je het... Kijk, op het begin plakt het, net zoals wat bij mij was gebeurd. Maar nu plakt het dan niet meer, omdat het dan went het er een beetje aan. Hè? En dan plakt het niet zo snel. Oké, dan gaan we kijken of het erin past. En kijk, ik heb nog wel wat over. Maar we gaan eens zien wat we met het overgebleven slijm kunnen doen. Hoezo is het te veel? Hoezo heb ik altijd pech? Pech. Ja, dit is wel genoeg slijm. Dit koop je gewoon bij de Intertoys. Dit slijm. Glam Goo. Het heet Glam Goo. Hier heb je ook nog zo'n doosje. En je kan zo... En met deze... Deze. Het wolkje. Het wolkje, regenboogje. Oh my god. Help me. En nu heb ik slijm. Oké. Dus ja, dit koop je gewoon bij de Intertoys bij de Haaien of bij een andere Intertoys. En je hebt een geurtje. En je hebt glitters. En... Als je nog wat overhoudt, je kan alleen maar de glitters eraan toevoegen, want dat is wat leuker. Heb je eentje met kleurtjes. Heb je er twee met kleurtjes, dan heb je eentje doorzichtig. En ja, als je wil, kan je een lepel gebruiken. Zou ik wel doen. Om de lijm eruit te halen uit het potje.
Dus ja, als je het wil kopen, koop het bij de Intertoys, bij de Heijhof of bij een andere Intertoys. Dit is mijn hartje. Maar mijn wolkje. Mijn wolkje. En als je wat overgebleven slijm hebt, kan je dat in een bakje doen met een dekseltje. Tot de volgende video. Doei.